De poging van Albert Verlinde om sensatie te schoppen over de rug van Humberto Tan is hem duur komen te staan. Figuurlijk dan, de geldboete die het OM hem heeft opgelegd wegens smaad bedraagt volgens kenners zo'n 2000 euro, een fooi voor Albert. Wel heeft hij volgens privébaas Evert Zantegoeds flinke reputatieschade opgelopen. Evert denkt dat zijn oud-collega Albert hier absoluut niet blij mee is. Het is natuurlijk wel een enorme smet op je reputatie en een pijnlijke geschiedenis voor Albert, reageert hij in shownieuws. Er staat nu bovendien een aantekening op het strafblad van Albert, merkt sidekick Roelof Hemmen op in de talkshow van Eva Jinek. De geschrokken tafelgast Mark Marie Huibrechts daarop: Ik wist niet dat hij een strafblad krijgt. En het lintje, wordt dat niet afgepakt? Als het aan medetafelgast Dolf Jansen ligt wel. Eva vraagt hem: Ik weet dat er ook mensen zeiden tegen Humberto van, yo, laat rusten. Goede zaak dat Humberto heeft doorgezet, vind je niet, Dolf? Dolf, ja, ik denk het wel en ik vind op een of andere manier. Woorden verspillen aan Albert Verlinde die dit soort shit doet: ik vind het bijna zonde van de tijd. Ik vind hem niet helemaal betrouwbaar. Eva, nee, maar we besteden nu tijd aan het feit dat het afgestraft wordt. Dolf, ja, dat is hartstikke mooi. Ik zeg, Lintje afpakken en wegwezen. Marc-Marie vindt het heel fijn dat Albert nu zo gestraft wordt. Wat hier zo erg aan is, en heel toevallig heb ik die uitzending gezien, is dat hij zei: Ik kom direct met een bommetje. Zo direct ga ik iets zeggen. Nou, dat wordt echt een bommetje. Hij heeft het dus vooraf bedacht: Van, dat ga ik daar zeggen, dat is lekker heftig. Of Humberto nou mensen belt na zijn uitzending of niet. Hij kan iedereen bellen die hij wil. Daar is niets fouts aan. Dus ik vind het heel goed dat hij die boete moet betalen. Albert heeft besloten om de geldboete gewoon te betalen en niet in hoger beroep te gaan. Verlinde betreurt enerzijds zijn uitlatingen, maar anderzijds ook de wijze waarop die vervolgens ten onrechte zijn uitvergroot, ondanks zijn daadwerkelijk gedane uitlatingen, inspanningen ter nuancering en publiekelijk gemaakte excuses, zegt zijn advocaat. Desalniettemin zijn alle belangen het meest gediend met afsluiting van deze kwestie.